beter zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. De heer Loornmans. Dat verklaar en beloof ik. Het nieuwe gemeentebestuur van gemeente Gelderop-Mierlo kan aan de slag. CDA, DGG, DPM en GroenLinks vormen de nieuwe coalitie. Een kleine greep uit het akkoord. Meer voorzieningen in de wijken, een groenere en duurzamere gemeente en betere handhaving bij overtredingen. Het akkoord is aangenomen, maar de reacties van de oppositiepartijen zijn verdeeld. Als we ambities gaan formuleren zonder naar de kosten te kijken, ja, dan hoop ik ook dat alle inwoners over 4 jaar in een Tesla rijden en zonnepanelen op het dak hebben liggen. Dat is niet haalbaar, dat gaan we niet doen. Het moet wel financieel te doen zijn. En die vertaalslag missen we in het stuk en dat vinden we echt een gemiste kans. We hebben duidelijk aangegeven dat het akkoord wat ons betreft alle punten bevat die wij belangrijk vinden. En of we elkaar daar vinden, dat weet ik niet. Maar wij meten dat af tegen onze kleuren. En wij zullen daar positief, kritisch en ook met onze eigen ideeën in de discussie meedoen. De nieuwe wethouders Jeuken, Loijmans, Van der Laar en Van Otterdijk zijn beëdigd. Oud-wethouder René Hoekman is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na 16 jaar wethouder te zijn geweest, neemt ze nu afscheid van de politiek.